Yo guys, welkom bij mijn kijk op Harry Potter en de Goblet of Fire. Dit is een nieuwe video in Harry Potter Review Countdown, waarin ik een countdown doe naar Fantastic Beasts and the Crimes of Grindelwald. Magic blooms only in rare souls. Time to come home. The path has been laid and the clock is ticking faster. Rise up. Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald, in cinemas November 16. Book tickets now. Harry Potter and the Goblet of Fire. On November 18th. Harry Potter! The Goblet of Fire constitutes a binding magical contract. Some adventures get better with age. Everyone loves a rebel, Harry. Yeah! What are you doing, Sonny? He's such a student! I'm scared for you. Goblet of Fire, with PG-13, starts November 18th. We vliegen er onmiddellijk in met het verhaal een 180 op 100 te geven. De serie begon zich hier echt heel sterk te ontwikkelen en dat zul je ook weten ook. Alles wat we voorheen hebben gezien is bijna weggewerkt en je ziet dat het volledig duister aan het worden is. De Death Eaters zijn vanaf seconde 1 echt geweldig, dadige, meedogenloze wezens waar dat je niets mee te maken wilt hebben. Het verhaal speelt zich echt in op de gevoelens en je hebt door wat er omgaat in Harry's hoofd. Vanaf de seconde dat Voldemort terug in beeld komt, wordt het je duidelijk waar deze serie heen moet gaan. Al geef ik natuurlijk ook altijd mijn kritiek en heeft deze serie ook wel de grootste fout die ze ooit hebben kunnen maken. Did you put your name into the Goblet of Fire, Harry? Dumbledore asked calmly. Harry, I protest! Harry, did you put your name in the Goblet of Fire? Karakters, 170 op 200. Mad Eye Moody staat hier echt in uit. Vanaf seconde 1 weet je niet precies wat er met zijn karakter aan de hand is. Het is heel mysterieus en daarover gaan ze ook. Hij wordt geweldig vertolkt en ook Harry ondergaat grote veranderingen. En deze werken allemaal perfect. Volgens mij is de enige downsize aan deze film qua karakters Cedric Diggory. Ik vond hem eigenlijk echt een goed karakter. Pacing, 60 gebonden. Over het algemeen gaat de film snel vooruit. En er zijn maar twee grote stukken die daarin echt uitblinken die niet zo snel gaan en die dan tijdens al saai zijn. Sorry. Dit is het volledige stuk met de weg naar de second task en de second task zelf. Genrevervulling, 90 gebonden. Coming of age, good versus evil, fantasy en adventure. Dat werkt weer perfect. Acting is gewoon legit wow, is gewoon subliem. Op Cedric Diggory daarna. 80 op 100. De mensheid doopte deze film dan ook een 77 op 100, wat fucking goed is. Maar ook nu weer waren de critics iets meer goedgezind en ze gaven de film een 81. Ik was het eens met allebei en ik had de film een 80. Dit brengt de totaalscore op 826.000. Hiermee staat Harry Potter en The Goblet of Fire op nummer 2 in de Harry Potter ranglijst. Dit omdat hij maar 7 punten in 1000 punten ranglijst onder Harry Potter The Prisoner of Azkaban stond. Overmorgen gaan we een nieuw tijdperk in Harry Potter in met Order of the Phoenix. En dan zie ik jullie graag terug in de volgende video. Bedankt voor het kijken en bye.